Als je op kraambezoek gaat, scoor je zeker punten met een customized koffertje als deze. Dit heb je nodig. Je maakt je schets op papier. Meet daarvoor even op de koffer uit hoe groot je tekstvak moet worden. Ik trek gelijk hulplijnen voor elke regel tekst binnen het kader. Als je nou een langere naam hebt, dan laat je de naam uitsteken naast het kader. Ik begin met een hoge, smalle blokletter. Om deze letter wat specialer te maken, liggen de streepjes van de letter E op 1/3 van de hoogte. Zie je? Het woord van wordt een scriptletter met extra krullen. Dat is eigenlijk het ouderwetse aan elkaar schrijven. Om de ruimte te vullen, begin en eindig je met een krul. Puk heeft 4 letters, dus je kunt je tekstvak in 4 delen. Zo weet je dat je mooi uitkomt. Ik vind het leuk om de naam er extra uit te laten springen. Dus maak ik dikke blokletters. Bij de rondingen van de C steken de boven- en onderkant iets meer uit, zodat ze optisch even groot als de andere letters lijken. Nou, de schets is af. Nu trek ik de schets eerst over met een fineliner van 0,5 mm. Ik knip het kader uit en plaats het carbonpapier met de glimmende kant naar beneden op de koffer. Nu trek je alle lijnen nog een keer over en door het carbonpapier staat je schets dan mooi op je koffertje. Zo, nu voorzichtig eraf halen. Nu trek je de schets over met een permanente marker. En om het helemaal af te maken, vul ik de lege ruimtes op met simpele tekeningetjes. Zo, nu is hij af. Klaar om op kraamvisite te gaan.